kijkers van Online Games van hartelijk welkom terug bij de ultieme aflevering van FIFA 23 Ultimate Team. We gaan lekker verder waar we afgelopen dinsdag waren gebleven, dus dat komt helemaal goed. Goed jongens, zoals jullie natuurlijk weten hebben we afgelopen dinsdag de club opgericht. De selectie zo hoog mogelijk gemaakt, maar uiteindelijk moeten we natuurlijk ook wedstrijden spelen. We zitten op het allerlaagste niveau. En hopelijk kunnen wij zo snel mogelijk eigenlijk naar divisie 9 gaan. Maar eerlijk gezegd, dat is niet makkelijk. Daar moeten we heel hard voor werken. Met z'n allen als een team. En dat gaan we vandaag dus in ieder geval ook gewoon doen, weet je wel. Goed, divisie rivals. We zitten in ja, divisie 10. En we gaan dus een wedstrijd spelen. Goed. Ik denk gewoon dat dit... Goed, laten we eens even kijken naar hier hoe ver dat we zitten. Kijk, we zitten... Gewoon een 1 verloren met 1-0. Eens even kijken, goed. We gaan gewoon in ieder geval verder. Goed, laat ik gewoon in ieder geval de wedstrijd spelen. Goed. Ja. Oké, het is een hele slechte keeper, eerlijk gezegd. We hebben ook geen betere keeper. Nee, dit is de sterkste die we hebben. 63. Deze is ook niet echt de beste, maar dit is ja... Gewoon de beste die we hebben op papier. Het is... We gaan er ook voor. Goed, verder. Het is ons uit nu. Goed. Dat was het. Het is natuurlijk weer online, dus dat is heel even wat anders dan weer. Dat is heel lang geleden. Maar benieuwd tegen wie dat we spelen. Kijk, ja, dit, what the fuck. Hij heeft veel beter dan mij. Veel betere keeper. Alles beter en sterker. Zie je dat? Ik heet u allen graag van harte welkom op deze prachtige avond. Er is nauwelijks een pluisje aan de hemel te horen. Zacht aan, de omstandigheden zijn kortom uitstekend. Wij, Jeroen Grutter en ikzelf, Siert Vos, zijn uw... Oké, hij heeft gelijk de wedstrijd op pauze gezet. Goed, dat gaan wij niet doen. Ja, dat is het probleem. Je moet echt een halve minuut wachten totdat hij klaar is. Tenzij dat het zegt Weedy. De vermette tegen is verbroken op controle. Dat is aan de uitslag. Nou, lekker dan. De eerste wedstrijd, meteen gelijk gespeeld. Ja, zo komt het eigenlijk op neer. Goed. Poging nummertje 2. Tegenstand weer gevonden. Goed, we spelen natuurlijk gewoon hier. Tegenstander gevonden. Wie is het nu? Een hele goede... Holy shit, man! Onderk, die heeft veel betere spelers. Oi, oi, oi.
Hallo allemaal, beste kijkers. Welkom vanuit dit stadion. Even wachten is op de aftrap. Mijn naam is Sien Vos en ik verzorg samen met collega Jeroen Guter het commentaar bij deze wedstrijd. Beloofd een bijzonder voetbaldagje. Spelen thuis. De eerste dag van het nieuwe Division Rivals seizoen. Dit zou toch echt iets moois moeten kunnen opleveren. Wat kunnen wij? En er zal ze veel aan gelegen zijn om hier een goede eerste indruk achter te laten. Het is natuurlijk heel wat anders dan natuurlijk al die andere wedstrijden. Gevaarlijk. Daar de bal kan afpakken. Dus het is eigenlijk. Anthony Martial. Dat zag het eigenlijk. Niet tussen de palen. Net niet. Helaas. Ja, en gaat er ook meteen daar naartoe. Dus dat is. Uitkijken. En hopelijk niet al te veel hè, want we hadden al 2 jaar toch verschrikkelijk last van. En? Eerste kans. De opstelling waarmee de bezoekers aan beginnen. De GA moet vandaag weer de ballen tegenhouden. Sembria Jiménez speelt met Lisandro. Oh, die gaat er wel heel makkelijk aan doorheen. Maar prima redding van de doelman van Sparta. En hier kan die dan niet meer aan doen en dus is het eigenlijk al heel snel dat we al op een 1-0 achterstand. Goed, je hoort het ook omroepen, dus dat is wel heel mooi, heel cool dat dat gebeurt in FIFA 23. En hoe het in 22 was, wat ik ook al zei, dat weet ik niet. Ik moet zeggen, de laatste dat blijft gewoon doorgaan. Dus daarvoor is niets aan veranderen. Maar wat zijn ze toch allemaal zo sloom en zo zwak. Maar ja. Je moet natuurlijk de eerste paar wedstrijden niet veel verwachten. Dat het gewoon echt alleen maar bijna nederlagen zijn. Kijk, dit kan wel, maar dan moet je dat heel snel schakelen. Kijk. Ik weet niet meer wat die bal is. Omdat die bal gewoon lek heeft. Dit is zeer goed verdedigd. Wordt er een aanval opgezet. Hij anticipeert goed en onderschept die paas. Ze komen nu dichterbij. Ik zeg dat er. En dit is voor de bal. Van de Beek. En het bal is. Rodrigo. Er is een teamgenoot in de buurt. Hier, de steekpaste. Geweldige redding van het doelman. En ik vind dat hij hiermee zijn ploeg redt. Dank wel. Hij kan die bal niet goed meekijken. Het is een zet van die verdediger. Het is een hele harde bal die hij trapt, de doelman. Nou, wat is dit nou weer? Dat hij fysiek veel lags heeft. Dat ligt gewoon. Ja, dat getuigt van spellings. Oeh, wat slecht, wat slecht. Wat slecht. Maar nog wel gedaan wat moest gebeuren. Maar zodra we voor het doel zijn, gaat hij laggen. Of dan lagt hij. Van de Beek.
Ja, dit gaat niet even 1, 2, 3. Kijk, en wie komt helpen? Bijna niemand. Daar is hulp van een teamgenoot. Hij gaat door, maar uiteindelijk komt hij inderdaad niet voorbij. En dan is het dus 2-0. Ja, zie je de 3-0 komt, dan is het klaar. Nee, hij krijgt hem er niet in! Was even oppassen voor de doel, maar kijk hier. Zomaar, waarom paas je hem zo nou? Waarom, leg mij dat eens even uit. Brobby, ja. Hij speelde van Ajax, die heeft natuurlijk ook flink op zijn kloten gekregen afgelopen dinsdag. Van de Beek, dan is hij erdoor. En dan zul je zeggen dat hier een goal kan komen. Ja, dan is hij erdoor, dan is het gewoon een rode kaart. Jongen. Een debuut om nooit te vergeten. Om eigenlijk snel te vergeten dat debuut. Want het is één grote drama. Hier. Wat is dit nou? Bal ingeleverd. Alles gaat gewoon fout. Dit is gewoon geen... En de vraag is, hoe kunnen wij sterker worden door punten te pakken, futmunten en punten wedstrijden te winnen? Kijk hier, die bal die blijft gewoon even hangen, hè? Omdat die lekt, weet dus niet wat er erna gaat gebeuren. Dat weet ik dus niet. Omdat hij zo ziek veel lijkt, is het allemaal verschrikkelijk. We hebben iets een sterker speler, rechtsachter 67. Voor hen eentje van Agassa Sierhuis. Moet even kijken wat ik eigenlijk. We blijven zo even hangen. Kijk hier. Wat een ziek veel lex, echt waar. Het komt gewoon puur door die lex hoor, ik meen het. Zo kwam ook die rode kaart tot stand. Ik dacht eigenlijk dat het een doelpunt zou worden. Nee. Ik wist gewoon niet waar die bal was en dan doe je maar wat. En dat is zo verschrikkelijk. Voor de ploeg op achterstand zijn dit ontluisterende statistieken hoor. En de trainer zal zich ook wel afvragen wat hij in de hemelsnaam nog kan doen om die verdediging weer aan de praat te krijgen. Ja, jongen, 0-4. Ja, we springen hem wel uit. Wat een prestatie hier. Het verschil is inmiddels, kunt u nog meten, 4 doelpunten. Ingeleverd, slappe hap, zo slacht. Heel slecht. Anthony Martial, je bent de bal nog goed daar. Lex, ja natuurlijk. En daar zit hij. Ja, hier, dat bedoel ik. Misschien moet...
niks echt. Hij blijft gewoon ook op de tv vasthangen. Hij blijft op de tv hangen waar ik zie en hier. Ja. Even zo hoor, want echt. Alles hangt vast. Dit kan een moment zijn voor een counter. Ja, einde counter. Ja, scheids, wat ga je hier aan doen? Goed, ik heb even een pauze ingezet. Daar is ondersteuning voor de aanvaller. Kijk hier. Wat gebeurt er nou? Ja, Lex. En dan gaat het gewoon. Ja, sorry, maar dit is echt vervelend, heel irritant. Als dit telkens gebeurt, dan heeft het gewoon weinig zin. 3. 4 kun je, je kunt maximaal 5 wisselen. En dan, dat is 5. Hem bijvoorbeeld kan ik niet wisselen, zeg maar. Je kunt er maximaal 5 wisselen. Oké, dat is wel heel fijn. Dan moeten we gewoon kijken hoe die wissels eigenlijk in stand kunnen zetten. Ik heb ze nu ook allemaal gelijk ingezet. Oké, nou is hij wat rustig hoor. Maar daar moet FIFA echt aan mee ophouden hoor. Hij krijgt hulp. Ja, geen problemen. Tot nu toe. Maar ik heb gewoon hele slechte spelers. Als je dit tegen zulke spelers... Ja... verliest, dan snap ik het wel, weet je wel. Want ik heb ook tegen zulke dingen gedaan. En dan, ja, heb ik zelf ook massaal verloren. Nog niet eens één kans op doel, hè? Het is één grote drama. Wat een kans was dit anders geweest. Opgejaagd op eigen helft. We mogen blij zijn als we er eentje erin maken. Wat een reflex. De Gea houdt hij wel knap tegen van zo'n afstand. De corner. Matige corner. Die corner komt niet op de bestemming. Die corners zijn in FIFA 23 gewoon kut. Maar wat ik ook moet zeggen, we zijn wel met een mannetje minder, hè. Donnie van de Beek. Daar moet je ook op tellen. Donnie naar binnen gedribbeld. Ja, die gaat gewoon liggen van de Beek. Die is ook echt niks. Daar heb je geen reden aan, Donnie van de Beek. Deze wedstrijd duurt niet. Die verliest alleen maar de bal. Maar kijk, als je de wedstrijd niet laat uitspelen, dan krijg je geen munten. En nu wel. Voordat de regulier speelt hij
Ondanks die pasen die je geeft. En de vraag is, hoeveel krijg je? Als je zo massaal verliest. Ja, als die in de negende komt. Goed. Goed, dit was het. Het is ongelooflijk. Hoeveel punten krijgen wij? 342, oké. Dat is echt helemaal niks. 0-9. Dat is echt een en al grote drama. Toch 49% balbezit, dus dat is ja, best wel prima. Dat is ja, plus 4. Dat was het ding, dan gaan we nu min... Ja, je zit op het laagste niveau, je hebt nog geen 1 punt gepakt. 942 hebben wij. Oké. Patrice, en wat kan op de wekelijkse beloning? Goed. We zullen voorlopig de komende maanden sowieso nog in divisie 10 zitten. Wel 2 doelstellingen voltooid. Oké, dat is wel prima. Laten we hier eens even gaan kijken. Doelstellingen 2. De basis, kijk. Zulke dingen, dat moeten we maar eens eventjes doen. Ik wil online wat. Hebben we 3 gespeeld? Nee toch? 300 munten. Speel online. Speel in rivals wedstrijd.
kruipt dus ook weer erin, dus dat zijn er dus weer 600. Goed. Dan kunnen we ze meteen eigenlijk volgende week gaan gebruiken. Dinsdag eigenlijk, 1542. Daar kun je best wel een goede keeper neerzetten, want... Hoe dit hier staat, dat is gewoon niet normaal. Je moet gewoon zulke spelers... Dus dan moeten we even gaan... Ja, maar kijk tegen wie dat we ook gespeeld hebben, dat is gewoon... Ja, niet te doen. Goed, misschien moeten we dan toch... deze erin zetten. Dat zal toch maar even moeten. Ik denk het van wel. Want ja, deze wedstrijd moeten we maar snel vergeten. 9-0 is beter dan 10-0 verliezen, dat is waar. Maar ja, weet je. Het is zo hoe het is. Ik kan er niks aan gaan doen, jongens. Ik, ja. Team Geest 13. Ja, dat zegt een hoop, hoor. Dat zegt dus een hele hoop dat het gewoon vol helemaal slecht is. Echt slecht. Dus misschien moeten we een keer de teamcase wat omhoog zetten. Want hoe hoger dat die is, hoe beter dat die is. Maar laten we eerst beginnen met een betere keeper ergens vandaan gaan halen. Want dit is niks. Goed, kijk. Wij zien elkaar dinsdag weer terug. En dan gaan we de administratie en zo doen. Dus dat komt helemaal goed, kijk. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken. En tot dinsdag dan weer, jongens. Mazzel!